De gemeente Altena is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Vanaf vandaag, 5 april, kunnen de inwoners van Altena via een online enquête hun mening geven over welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet beschikken. Hier in Sleeuwwijk, in de Nieuwe S, polsen wij het publiek. Wat moeten volgens u de eigenschappen van de nieuwe burgemeester gaan worden? Nou, hij moet wel voor de mensen zijn, voor de burger van zijn gemeente, maar hij moet ook zelf een wereldburger zijn. Als je je steeds op het kleine concentreert, dan wordt het ook niet wat groter. Ik heb de laatste tijd wel last van dat in de box denken. De oplossingen zijn out of the box. Dus okay. Daar moet de burgemeester van bewust zijn. Dat het fijn zou zijn als je hele concrete resultaten gaat zien. Waarbij echt duidelijk blijkt van oké, hier is iets in gang gezet en dit zijn nu de resultaten. Dus ik denk dat de burgemeester goed moet prioriteren. Ik woon toevallig hier op de Hoekeinde. En daar is een hele mooie jachthaven. Maar daar liggen ook een enorme berg oude roestende schepen ook nog vlak voor de dijk. En het ziet er totaal niet uit. Dus voor die mensen die daar wonen, waar ik er al een van ben, zou het bijvoorbeeld heel leuk zijn als duidelijk werd dat daar actie op zit. Kinderopvang is vind ik een hele belangrijke veiligheid. Niet alleen van waar ze zitten, maar ook qua mensen die er werken. Ik bedoel, je hoort tegenwoordig zoveel. En dan is het belangrijk dat je je kind veilig kan achterlaten in een veilige gemeente. Gewoon leuke dingen voor ons in het dorp en leuke dingen voor ons te doen. Dat zou me wel leuk lijken. Ja. Dat het voor iedere leeftijdscategorie gezellig kan zijn in het dorp. Dat gewoon één keer in de maand gewoon een feestje wordt gehouden dat daar alle jongeren heen kunnen gaan. Gewoon als afleiding. Denk ook aan de jeugd! Op de allereerste plaats bestuurlijke ervaring. En op de tweede plaats denk ik dat het voornaamste taak zou moeten zijn veiligheid. Je hoort toch vaak van insluipingen en dergelijke. En ik denk dat dat twee hele belangrijke eigenschappen waar de nieuwe burgemeester aan moet voldoen. En goed zijn voor zijn burgers, want hij heet eigenlijk burgervader. Sowieso dat hij of zij dicht bij de mensen staat, dus tussen de burgers instaan. Door bijvoorbeeld verenigingen op te zoeken en daar met jongeren en natuurlijk ook ouderen te gaan praten. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, een burgemeester zie ik echt als iemand van de burgers, dus daar moet je wel tussen gaan staan dan. Het moet een vrouw zijn, vind ik. In het werk heb je dan zeg maar steeds meer vrouwen, zeg maar. Dat ze zeg maar nog meer denken aan mensen met een verstandelijke beperking. We krijgen misschien wel genoeg aandacht, maar het is natuurlijk wel leuk om alleen maar meer aandacht te krijgen. Zeker als het een vrouw is natuurlijk. Ja. Er moet iemand zijn die dicht bij de burger staat en iemand die makkelijk toegankelijk is. Ik werk bijvoorbeeld als vrijwilliger in een verzorgingshuis. Nou, dan is de burgemeester daar regelmatig op bezoek geweest. En dan is hij ook voor de mensen beschikbaar om zijn verhaal te doen. En ook om vragen te kunnen beantwoorden die de burgers hebben.